Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, dinsdag 25 mei. Vandaag in het journaal. Inheemsen van het dorp Bigipoika gevaccineerd. De hoogste positivity rate bereikt in de maand mei. Neppe Facebook-account van minister Amar Ramadini. Burgers in isolatie houden zich niet aan de regels. Polen begint een loterij voor mensen die al gevaccineerd zijn. De gevallen blijven stijgen. Dat is dagelijks te merken aan de dashboard van de overheid. Alleen in de maand mei hebben wij de hoogste positivity rate behaald. En er is nog steeds sprake van een toename voor wat de gevallen betreft. Dr. Ori laat in een presentatie zien hoe het er voor nu uitziet. Dus op dit moment, als ik even kijk naar de cijfers voor wat we nu hebben in deze golf. We hebben hoogste maand positivity rate. Dat wil zeggen, voor al die maanden die we vanaf COVID is begonnen in Suriname, hebben we in mei het hoogste positivity rate. Dat is het aantal testen dat is gedaan. Een percentage daarvan dat positief is. We hebben het hoogste positivity rate, maand positivity rate van 35,7%. We hebben hoogste weekgemiddelde van aantal cases gemiddeld per dag is 165. Dat is veel. Is, in al die twee andere golven hadden we dat niet. De cases nemen toe. We zien nog steeds een toename. En dat zeggen we, zijn nog niet over de piek. En als je over de berg moet gaan, het is nog steeds stijgende en het stijgt heel snel. Aantal cases per dag, we horen elke dag, dicht bij de 100, 200. En nu is het, gisteren was het 191. Dus als het zo doorgaat, gaan we straks over de 200 positieve per dag. We hebben ook het hoogste incidentiecijfer op dit moment van de hele periode. Incidentiecijfer is hoeveel personen van 100.000. Dus als je het gaat verdelen onder de samenleving per 100.000 inwoners, hoeveel positieve je hebt. We zijn nu op 200. Dat is veel. Dat is een heleboel. De R is nog boven de 1, is 1,4. Wat wil aangeven dat de reproductiviteit per case is 1,4. Dat wil zeggen, er is nog steeds groei. Dus wat we eens, en daarom wat ik eerder zei, 191 positieve mensen, de R is nog groter, is nog steeds groter dan 1. Dus we gaan nog steeds groei hebben. Het gaat nog steeds omhoog. Daarom zeggen we, zijn nog niet over de piek. We zijn nog niet over de piek en dat zien we voorlopig nog niet gebeuren. De derde golf zal nog lang duren en dat komt allemaal doordat mensen zich niet hebben gehouden aan de maatregelen. Dus de derde golf gaat nog lang duren, dat wil ik je zeggen. Want we moeten eerst over de piek, over de berg en dan gaat het dat terug. Maar we zien dat nog niet. De tekenen zijn niet daar. Als we kijken naar die cijfers die ik zo net heb genoemd. Als we kijken naar die cijfers, dan zijn we dat nog niet. Het heeft te maken met, zoals we altijd hebben gezegd, mensen moeten houden aan de Mohana-regels. We zien dat er nog steeds mensen bij elkaar komen. En die feestjes gaan door, alles gaat door. En zolang we dat niet hebben, en op dit moment, dat we zoveel positief hebben per dag, dat wil zeggen dat de kans dat je besmet raakt veel groter is. Zolang wij niet gaan beseffen dat het aan ons ligt wat we ervan maken. En misschien sommigen die denken dat de regering, het ligt niet aan de regering, het ligt aan ons. De regering alleen gaat het niet kunnen doen. We moeten ons gaan houden aan de Mohana-regels en die risicomomenten dat we hebben, waarbij een heleboel mensen bij elkaar komen, moeten voorkomen. Het komt nog steeds voor dat mensen die besmet zijn met het COVID-19-virus zich niet houden aan de COVID-maatregelen en in isolatie blijven, maar zich gewoon over straat begeven onder het mom van ik ben besmet, maar ik moet toch gewoon mijn boodschappen kunnen doen, met alle nare gevolgen van dien. Jason van Genderen is directeur van het Wanica ziekenhuis en legt uit waarom protocollen zo belangrijk zijn en nageleefd dienen te worden. Elke werkwijze die we hanteren heeft zijn voor- en nadelen, toch? Op een gegeven moment, als u gaat kijken naar de andere landen, we hebben dus ook daaruit lering getroffen. We hebben dus niet gezien dat de andere landen isolatiefaciliteiten hebben gecreëerd voor hun mensen. En dat heeft eigenlijk te maken met je eigen verantwoordelijkheid. Toch? Als Surinamer die besmet is, moet je je eigen verantwoordelijkheid kennen, toch? En zeggen van, ik blijf thuis. Ik ga niet op straat, ik bel een familielid of een vriend van me om mijn boodschappen te halen. Toch? Dus de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de ziekenhuizen, de specialisten, de artsen of de regering. Het ligt ook bij de samenleving waar we elke keer de nadruk op hebben gelegd. Als nu blijkt
Dat, want isolatiezorg, daar zijn ook kosten aan verbonden. En daarvoor moet ook het personeel ingezet worden. Dus wat de regering heeft gekozen van, wacht even, we gaan dan een andere werkwijze hanteren, zodat we onze HR kunnen poolen voor de patiënten die echt die zorg nodig hebben. En dan laten wij de verantwoordelijkheid, ook bij de samenleving van de mensen die besmet zijn, van, blijf jij thuis, jij hebt die intensieve zorg niet nodig, ken je eigen verantwoordelijkheid en weet hoe je dus omgaat ermee. Dus daarom, ik zeg, hoe ik dit ding hoor, ja, ik ben diep teleurgesteld in de samenleving dat ze niet hebben gehouden aan de maatregelen. We begrijpen dat ze moe zijn van de situatie, maar ook wij zijn moe. En geloof me, als u besmet wordt en u hier komt en u niet behandeld kan worden omdat een verpleegkundige of arts ook een burn-out heeft gehad, dan kan je van deze ziekte doodgaan. Dus we begrijpen dat wel, maar we willen de nadruk leggen erop dat de samenleving zich echt houdt aan de maatregelen en hun eigen verantwoordelijkheid kent. Want als we samen niet hieraan gaan werken, komen we er niet uit. We hebben het gedaan de eerste golf, we hebben het gedaan de tweede golf, we moeten het ook bij de derde kunnen doen. Het moet. Het ligt aan de mensen, want er is een heleboel misinformatie. Ik zou ze zeggen, luister niet alle misinformatie. Ik begrijp niet waarom mensen steeds, elke dag heb je andere, deskundig A, deskundig B, allerlei dingen. Maar vooral op social media, er zijn een heleboel dingen die men moet lezen. Zoals ze zeggen, ga naar de officiële sites, ga naar CDC, ga naar RIVM. Ga naar de PAHOE website om van daaruit de informatie te krijgen als je nodig hebt. Wat we wel zien, dat we bijvoorbeeld hebben gezien in twee uitbraken in twee bejaardentehuizen. In beide tehuizen zijn er één om één persoon komen te overlijden, maar door mensen die niet waren gevaccineerd. Dus wat we al zeggen, dat vaccinatie gaat voorkomen dat je ernstig ziek wordt en de kans dat je komt te overlijden vermindert. Want de andere huisgenoten die positief worden weggevaccineerd en die zijn al genezen. In de samenleving en op social media doen er vaker berichten de ronde waarin de gevaren van het coronavirus worden geminimaliseerd. Er worden vaker zaken besproken die helemaal niet kloppen. Het gaat van mondkapjes die niet nuttig en zelfs gevaarlijk zouden zijn. Maar ook over het gevaar van vaccinaties en potentiële bijwerkingen. Deze theorieën, ofwel broodje-aapverhalen, worden totaal niet ondersteund door de medische wereld. Tegelijkertijd wordt gewezen op de gevaren van vaccinatie. Ook deze fabeltjes kloppen niet. Iwan Mande is inwoner van Bigipoika en hij doet een beroep op vooral zijn inheemse broeders en zusters zich niet te laten meevoeren in ongenuanceerde theorieën, maar zich te laten vaccineren. In het dorp horen de mensen hier een heleboel dingen. Via social media horen ze allerlei dingen en ze zien dingen. En dat maakt dat ze dan eigenlijk een beetje twijfelachtig zijn. Maar dat maakt niet uit dat ze dan eigenlijk tegen zijn. Ze zijn wel bereid dat te doen, maar ze twijfelen nog een beetje. En vandaar dat is het van degenen die zijn gekomen. Die hebben toch tenminste de moed gehad om te zeggen van wij gaan ervoor. En zoals ik heb gezegd van kijk luister, ik werk hier. Ik wil ook als voorbeeld voor jullie zijn. Vandaar dat ik het ook samen met hen heb gedaan. En dat is het eigenlijk wat we hier hebben gedaan. Nou, tot nu toe kan ik zeggen van, dat we hier op Bigipoika geen gevallen hebben gehad wat we afkloppen. Dat willen we ook niet. Dus ik denk tenminste dat we dan door zo'n model die mensen toch tegemoet kunnen komen om aan informatie te komen. Om die mensen zoveel mogelijk te laten vaccineren. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van vandaag, dat we toch een paar mensen bereid hebben gevonden om dit te doen.
Nou, ik wil toch tenminste van hieruit aan ieder hier in het dorp toch laten komen. Komen jullie, kan je registreren. En ik denk tenminste dat het een goed ding is. Laten we elkaar hier die push geven om het te laten doen. Het doet niets. Ik heb het zelf genomen, ik heb geen problemen ervan gekregen. En ik denk tenminste dat ik daar de tweede zo snel mogelijk ga doen. En ik wil het ook met iedereen hier samen doen. En gelukkig maar, Suriname ziet steeds meer en meer in hoe belangrijk het is om je te laten vaccineren. De hoogste man van het BOG bevestigt dit gegeven. Steeds meer Suriname's gaan voor het prikje. Vorige week hebben we een goede animo gehad van mensen die zich willen laten vaccineren. We hebben vorige week 21.000 personen gevaccineerd. Om een voorbeeld te geven, we hebben pas in de eerste 5 weken, dan pas zijn we boven de 20.000 gekomen. En nu hebben we 1 week 21.000 personen kunnen vaccineren. Het is goed momentum. Jammerlijk is dat we niet zoveel vaccin hebben. Dus we hopen dat we zo snel mogelijk de beschikking hebben over meer vaccin. Want er is nog steeds animo. Een heleboel mensen willen zich laten vaccineren en moeten daarvan gebruik maken. Want om uit deze pandemie of outbreak te komen is vaccineren. 80% van de doelpopulatie of meer dan dat moeten we kunnen vaccineren. Wat een vaccin doet, is het immuunsysteem trainen. Dat doet ons immuunsysteem eigenlijk automatisch. Een vaccin helpt het immuunsysteem om zich klaar te maken voor wanneer het geconfronteerd wordt met de infectie. In dit geval COVID-19. Hey guys, ik zit nu aan mijn eettafel. Ik zie wat er in de wereld gebeurt. Maar mijn hart gaat kapot en bloeden als ik hoor en zie wat er in Suriname gebeurt. Er is geen controle meer. Je kunt het overal oplopen. 1 ding is duidelijk. COVID ga je krijgen. De vraag is alleen wanneer. En hoe voorbereid is je lichaam? Hoe gaat je lichaam erop reageren? In de wereld staat iedereen te popelen en te wachten op een kans om gevaccineerd te worden. Terwijl wij in Suriname het zelf kunnen gaan halen. Brangasa, vaccineer jezelf. Laat je lichaam alvast wennen aan het virus hoe het eruit ziet. Nu kan het nog. Je weet niet voor straks. Als ik de kans heb om te vaccineren, doe ik het direct. Geloof me. Facebook, we zijn er maar druk mee. Het zal dan ook niemand verbazen dat er op het sociale netwerk regelmatig nepaccounts opduiken van personen met minder goede bedoelingen. Ook onze minister van Volksgezondheid is niet onbespaard gebleven en cirkelt er momenteel een Facebook nepaccount van de minister. Via deze pagina worden valse berichten gelanceerd richting de gemeenschap. Dit is een zeer kwalijke zaak, aangezien de berichten te maken hebben met bekendmakingen die niet op waarheid berusten. Dit zorgt onnodig voor onrust en verwarring bij velen in de gemeenschap. Op 24 mei 2021 werd een bericht gelanceerd over een cholera-uitbraak in Paramaribo. Het ministerie van Volksgezondheid distancieert zich van dit bericht en ontkent deze uitbraak. Er zijn in de afgelopen periode geen cholera-gevallen gerapporteerd aan het BOG. De officiële berichtgeving vanuit het ministerie van Volksgezondheid worden via de volgende kanalen gepubliceerd. De Facebookpagina van het ministerie van Volksgezondheid. Op Facebook te vinden onder Volksgezondheid Suriname.
via de Communicatiedienst Suriname, CDS. De website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, www.biologiesuriname.com. Het ministerie van Volksgezondheid is reeds in contact met de veiligheidsdiensten om de beheerders van deze pagina op te sporen en roept een ieder op om berichten afkomstig van de neppe pagina niet te delen via social media. Polen begint een loterij voor mensen die al gevaccineerd zijn tegen het coronavirus om zo mensen aan te sporen zich te laten vaccineren. Deelnemers maken kans op geldprijzen tot €223.000 of een auto. Tot dusver hebben 18,3 miljoen Polen een inenting gekregen. 5,6 miljoen onder hen zijn al volledig gevaccineerd. In totaal moeten echter ruim 37 miljoen Polen een prik krijgen. De regering hoopt met de prijzenpot nog veel meer mensen aan te moedigen. Voor de campagne is €31 miljoen uitgetrokken. De loterij gaat op 1 juli van start. Iedere 2000ste deelnemer zal alvast €110 mogen incasseren. Hopelijk bent u nu beter geïnformeerd. U heeft dat gehoord van de directeur van het BOG, tevens epidemioloog. Wees voorzichtig in alles dat je doet, want de besmettingen kun je nu overal oplopen. We zijn aan het eind gekomen van dit journaal. Ik wens u een goede nachtrust toe.